Dames en heren, kan je het voorstellen? 30 afleveringen No Limits 2 en dat keer 3. Dan zijn we ongeveer 90 achtbanen verder. Dat is best wel bizar. Ongeveer 90 achtbanen zullen wat minder zijn. En in deze speciale aflevering gaan wij Toverland Bjarn doen. Ik denk dat Bjarn de maker is van deze map. Maar de omschrijving zei alle Toverland achtbanen in één park. Dus ik denk dat het wel een prachtige begin aflevering is voor aflevering. Nou, we beginnen aflevering. Voor aflevering 30, speciale aflevering, gaan we dit park bezoeken. Dat is altijd gaaf. Ik vind het sowieso cool als het niet een losse achtbaan is, maar gewoon inderdaad een park waar je vrij kan rondlopen en je allerlei dingetjes ziet. Helaas kwamen er wat errors in beeld, maar we gaan eens kijken waar zitten wij. Hij mist dus een bepaalde objecten. We hebben hier een attractie, dat is dus de binnenachtbaan. Dus die. Kunnen we erin? Kunnen we er nog snel in? Natuurlijk kunnen we erin. Nee, kunnen we erin? Zitten we erin? Ja, we zitten er zeker in. Gaaf. We hoeven niet eens omhoog getuigd te worden. Dit is de boemerang. Heet die boemerang? Het is wel echt een hele toffe achtbaan in Toverland. Met een hele steile bocht, klopt. Ziet er heel gaaf uit. Bjarn heeft dus dit allemaal nagelopen bouwen. Wow, dat was een hele... Wow, die bochten waren echt heel erg snel. Kunnen we nog uit deze achtbaan? Dat zou heel tof zijn. Ja, we vliegen verder. Een hele aparte aflevering dit, ik weet het. We lopen niet door het park, maar we lopen dus gewoon, ja. Hoeveel achtbaan hebben we, jongens? We hebben de boemerang, we hebben de houten achtbaan, de troy. We hebben de dizze. We hebben hier nog eentje. We hebben de groene. En we hebben de paarse. Dus hoeveel achtbaan hebben we nou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 achtbaan. Dit wordt een pittige keuze voor jullie. De eerstvolgende achtbaan gaan we nu in. Dat is deze. Ik kan me niet herinneren dat deze in het park staat. Kunnen we naar de volgende? Nee, we moeten even wachten. We gaan gewoon even wachten. Momentje geduld. De poortjes gaan dicht en de beugels gaan naar beneden. Wij gaan in deze achtbaan. Deze ken ik niet van het park. Lijkt een beetje op de Typhoon idee. Hij ziet er wel heel vloeiend uit. Ik had net even stiekem gekeken hoe die achtbaan ging. En dat was echt heel vet. Ik ben heel benieuwd. Hij ziet er wel echt mega vet uit, deze achtbaan. Ik vind het sowieso echt cool als je al recht omhoog gaat. Dat is zo'n heel gaaf gevoel. En in de Verkijk 2 afleveringen terug hadden we natuurlijk ook zo'n achtbaan dat je recht omhoog gaat. En aan de top gekomen gaan we natuurlijk ook een daling krijgen met een fikse looping. Lekker vloeiende achtbaan op zich. Mooi bochtje. Wee! Wow, hij kwam heel hard aan op het einde, maar hij was wel heel gaaf gedaan. Nou, dan gaan we naar de volgende. Dat is deze. Dat is de Dizze. En de Discoaster, dat is een tollende achtbaan. Hij heet eigenlijk de Dwervelwind in Toverland. Die vond ik trouwens wel echt een heel gave attractie. Was binnen in het station ook goed gethematiseerd. Want dat zag er ook goed uit. En ik vond het echt wel een van de betere achtbanen van Nederland. Het klinkt misschien raar, maar ja, dit hebben ze goed gedaan. Toverland heeft hier goed geld ingestoken. Nou, deze doet het dus niet op de een of andere manier. Dat maakt niet zo heel veel uit. Want we hebben nog genoeg achtbanen die we kunnen... We gaan naar deze wilde muisachtbaan. En deze wilde muisachtbaan, ik hoop dat die het wel gaat doen. Dat hoop ik wel. Want er stond net inderdaad een vermelding dat de blokremmen of zo niet deden. Dus maar dit vind ik ook wel gaaf. Dit is een kermisideetje. En leuke teugels ook. Beugels, teugels, ja hoe je het wil noemen. En kijk eens, we gaan erin. Ik zit lekker in het hoekje, lekker krap met al mijn vrienden. En dit keer gaan we dus... Dit ziet er ook heel leuk uit. Lekker weer die bochten, die scherpe bochten. Een beetje... Dezelfde baan als wat we eerst deden. Dat is lekker zo'n kermisattractie. Oh, we zijn ook met een heel treintje. Het is niet een los karretje. Echt leuk ook met z'n allen naast elkaar zitten hier. Met drie andere mensen hier. Maar deze ken ik niet van Toverland. Misschien dat hij ooit in het park heb gestaan. Als kermisattractie of zo. Of kermisachtbaan. Ik ken hem niet. Misschien dacht hij YOLO van we gaan hem gewoon inzetten. Oei! Oh, dit is gaaf. Dit is een leuk effect. Ik vind deze wel echt heel tof. Ja, dat vind ik leuk. Wow! En staartjes ook aan de karretjes.
Dit vind ik een heel leuk baantje, dit. Dit vind ik echt een leuk baantje. Ja, die vond ik echt heel leuk. Dit is een hele leuke achtbaan. Zeker weten. Ik vind het toch wel de leukste. Maar we zijn er nog niet, hè. We gaan nu naar de Booster Bike. En dit is de Booster Bike. En staat die klaar? De Booster Bike, kunnen we er gelijk in? Ja hoor, kunnen we er gelijk in? Ik hoop het wel. Kom op, in de Booster Bike. Ja, kom op. Kunnen we erin? Ja, kijk eens. Ik zit al klaar. De van Vekoma. En Vekoma staat hier ook op de zijkant. Leuk gedaan. Leuk gedaan dat ze die karretjes, dat die motortjes hebben gebruikt. Nou, wij zitten. Wij kunnen van start. Oh, zo zijn we er. Hè? Het heeft even geduurd. En dit vond ik ook een hele leuke achtbaan in Toverland, hoor, deze. Oh, ja, staan we stil. Ja, klopt. En op een gegeven moment is het... Hij gaat ook best wel hard, hoor, dat ding. Je ziet zelfs een klein randje schade van de verf op de rails lopen. Dat is zo gaaf. Dat zie ik nu pas. Laat ze wel zien. Ja, dat is een hele vette achtbaan. Ik had zelfs moeite. Kijk, op die rails zie je een klein randje van de verf. Dat is versleten. Dat is zo gaaf. Dat is me nooit opgevallen, joh. Maar dat maakt het wel realistisch. Hier ook aan de zijkant weer. Weet je? Kleine details, leuk. Nee, ik heb op deze achtbaan heb ik ook ingezeten. En ik had moeite met het instappen. Want je moest je hiel van je poot moest je goed inklikken of zo. Het was heel apart. En dan moet dit de Troy zijn. Ik heb een vermoeden dat dit echt een extreem vette achtbaan wordt. Dus we gaan even wachten op de karretjes. En dit is toch wel de... We zijn er twee keer in geweest. En Troy is echt de ruigste houten achtbaan, vind ik zelf, van Nederland. En ja, na twee keer was ik echt misselijk. Ik weet niet waarom, maar gewoon door de bochten misschien. Of door de snelheid die dat ding maakte. Dus we gaan nu de Troy gaan we in. En we gaan vertrekken, de Troy. Yeah. Het begin is ook zo gaaf, hoor. Ik vind het leuk dat iemand de moeite heeft gedaan om dit allemaal te bouwen. En zoals je weet gaat de Troy ook echt extreem hoog. Dus dit is echt een gaaf momentje, dit. Kijk jongens, wat een echt de eerste bocht. Wauw. Zoveel hout ook, hè. Ik heb zin om weer naar Toverland te gaan. Als ik dit zo zie. Ja, mooi. Maar het ligt zo ver weg, hè, Toverland. Voor mij dan. Ik weet niet of voor jullie te ver is. Kijk wat een mooie overzicht van het parkje. Eén grote parkeerplaats is groter dan het park zelf. En we zijn boven. O jee, daar gaan we. Woehoe! Oh, knik. Nee, geen knik. Ja, dit is hem, joh. Echt super vet. Dit is gaaf, dit. Ik vind het... prachtige baan. Zo, ineens die remmen spontaan. Gaaf. Nou, dit was de Troy achtbaan. En laat weten in de comments welke achtbaan jij het leukst vindt. En misschien ook leuk om te laten weten welke achtbaan jij in het echt ook heel gaaf vindt. Want meestal de achtbanen die je in het echt leuk vindt. Die vind je dan ook in het spel leuk. Maar ik vond de Troy wel echt heel goed gedaan.
Jammer dat de Dwervelwind het niet deed, want dat is eigenlijk wel mijn favoriet. Maar als ik moet kiezen uit de achtbaan die we hebben gedaan, is denk ik Troy wel de beste. Vergeet niet deze video te liken en te abonneren kan in het midden van het scherm. Dus tot de volgende keer bij No Limits. Doei doei!